stoppen, hè. Enfin, vertrek dat u, hè. Wat dan de venster ook. Ik heb het al zo in zin aan. Maar dat ligt toch niet aan Julie, dat ze naar de vrienden. Kom, geen dat. Julie toch niet met haar. Ik moest de living doen, Wim. Doeltje, van de fans. Pas op. Dat is niet het enige, hè. Dat is al de derde boodschap van vandaag. Uw papa die heeft al een dode rat bij de GFT mogen gooien. Hallo, met Julie Daru? Ja, mijn dochter heet Julie Daru. Een interview? Nee, ik geef geen interviews. Ik heb dat al uitgelegd aan die collega's. Dank u. Naar een feestje. Hoeveel likes heeft dat nu ondertussen? Dat zijn 1192 likes. En dat is 253 keer gedeeld. Dan moet je blij zijn dat niks geworden is tussen jullie. Maar jij hebt het zelf ook gedeeld? Ja. Ja, dat gaat toch om principe, hè? Sorry, maar dit is nu toch alles wat een professionele YouTuber niet doet, hè? Een YouTuber is jij zeker, hè? Zeggen dat dit het einde is van mijn carrière. En dat ik beter gewoon kan opgeven. Slechte invloed. Je kunt toch gewoon naar school komen zoals de rest? Joshua, je snapt het echt niet. Ik leef hiervoor. Ja, zat of niet, daar had je eerder aan kunnen denken, hè? Ja, want deze shit is echt viraal gegaan. Meer opties heb je niet meer, hè? Opties? Die is haar hele voorbeeldfunctie kwijt. Je kunt beter gewoon stoppen, Julie. Maar alsof dat deze oprecht iets kan schelen. Hé, Kira? Hoeveel volgers heb jij nu? 3000 of zo? Echt. Bedankt voor jullie steun. Ja? Nee. Nee, ze is net thuis. Nee, Frank, het komt wel gewoon. We zien elkaar. Zo. Uw papa en ik, wij hebben gesproken en wij willen dat jij even stopt met influenza. Hallo iedereen, dit is Julie en ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie. Ik zou heel graag een leuke video willen maken, maar ik denk dat ik jullie een uitleg schuldig ben. Jullie zullen het waarschijnlijk wel gezien hebben. Er gaan video's van mij rond, van gisteravond. En ja, ik had gedronken. En dat is iets wat ik normaal gezien echt nooit doe. En ik heb dingen gezegd en gedaan die de echte ik ook normaal gezien nooit zou doen.
Dus... Please, guys. Forgive me. Het spijt me echt heel hard. Wat heb je nu gezegd? Nee, wat heb jij gezegd? Wanneer stopt jij nu eens met continu aan jezelf te denken? Mijn volgers moesten weten wat er exact gebeurd was. Wim die wordt al de hele dag gebeld door de pers, vrienden, collega's, iedereen vraagt naar u. Elke week staan er hier kinderen aan ons deur. Jij speelt met ons privacy en wij kunnen geen stap buiten zetten of ze herkennen ons. Liefje, wordt het misschien geen tijd om eens alleen te gaan wonen? Hè? Dus dit is dan uw inbreng? Hallo iedereen, dit is Julie met een nieuwe, eigenlijk mijn laatste video voor jullie. Op het moment dat jullie deze video bekijken, ben ik op een betere plek. Ik ben ooit dit YouTube-ding begonnen omdat dat mij het gevoel gaf dat ik een beetje vrijer was en dat mijn leven nut had. Om iemand te zijn die ik eigenlijk niet ben. En dit is aan alle mensen die mij de afgelopen dagen niet meer steunden. Je beseft pas hoe hard je iemand nodig hebt als die persoon weg is. Dus ik hoop dat jullie nu allemaal spijt hebben van wat jullie hebben gezegd. Allereerst zou je iets zeggen, het. Julie zat sinds hier verdwenen. Ja, verdwenen? Dat wil toch niet zeggen dood? Ja, alleen doe ook niet alsof dat niet kan. Hè. Jullie hebben ook gezien hoe depressief dat erbij loopt de laatste tijd. Ah, dus jij hebt iets zien aankomen. Waarom heb je haar dan niet proberen helpen, in plaats van altijd achter Kira aan te lopen? Maar stop, je hebt de video zelf gezien. We waren er allemaal niet voor haar. Ze heeft onze schuld, hè. En Instagram staat al de ochtend niet meer stil. Wat heeft dat ermee te maken? Heb je dat filmpje uitgekeken? Die praat over mij, hè. Ziet mij godverdomme zwart te maken. Er is een nieuwe foto gepost op Julie's Insta. Joshua, had jij dat geschreven? Nee. Hoezo? Ja, wie anders?
puber opvoeden zoals Julie, dat is nooit gemakkelijk geweest. Die was altijd zo succesvol, hè? En gedreven. Ja, die wist toch altijd heel goed wat ze wou. We hebben al veel steun gekregen. Fans aan de deur en zo. Dat was vroeger ook. Toen ze er nog was, was het ook. Ik wou dat ik dat allemaal anders had aangepakt. Mijn manier van omgaan met haar, natuurlijk. Ik heb haar nooit gevraagd naar haar gevoelens. Zo'n dochter-moederfeel, dat hadden wij nooit. Daar zal ik nu voor geven. Ik heb nog voorgesteld dat ze alleen zou gaan wonen. Ze was zo kwetsbaar. Maar ik was zo druk bezig met mijn eigen bullshit. Oh, schat, dat is nu niet het moment, hè, om jezelf de schuld te geven. Ze komt niet meer terug. Ooh. Mm-hmm.